Welkom bij een nieuwe aflevering van Mag ik even binnenkijken bij? En ook deze keer gaan we weer binnenkijken. Ja, we hebben al binnengekeken bij een familie thuis, we hebben al binnengekeken bij een bedrijf. Maar we gaan nu bij een camping binnenkijken. Camping De Burgt in Winschoten. En ja, het is hier één grote bron van gezelligheid, vooral in de zomermaanden natuurlijk. En nou, er zijn verschillende nationaliteiten hier op de camping. Je verwacht het niet als je er voorbij rijdt, maar het is echt zo. We gaan even binnenkijken. Oh, dit is al het eerste obstakel. Ik heb geen pasje, nou dan maar zo. En zoals op elke camping is ook op Camping De Burgt natuurlijk een afwasplek. En ja, ik zie dat hier al mensen aan het afwassen zijn. Goedenavond. Hallo. Zo, u bent behoorlijk bezig. Bezig met de afwas, ja. Nou, u bent met z'n tweeën hier op de camping, of niet? Met de hond. Met de hond? Tweeën, ja. Dus een grote afwas kan niet zijn, zeg maar. Nee. Nou, dat klopt ook wel, als ik het zo zie. Nee, een klein beetje. Macaroni was het, of niet? Nee, speklapjes waren het. Speklapjes. Ja. Zo ja, ik ben een beetje een rondje over de camping aan het maken. En dan kom je ook bij de chaletjes. Ik denk dat ik het zo wel mag noemen, de houten huisjes. En daar zie je... Het is beheerder van de camping. De trekkershutten dus. De trekkershutten. En daar zie ik dit gezin heerlijk aan de... Wat is het? Macaroni? Macaroni en tomatensaus. Bent u Nederlands? Ik ben in Nederland geboren, ja. Oké. Okay. Ik woon al lang in Duitsland. Duits, dus zie je in Duits? In Duits, ja. Oké, guten Abend. Guten Abend, hallo. Hallo. Mijn Duits is verschrikkelijk. Zo, ik... Man kan sie verstehen. En ik kan... Ik kan sie verstehen. Ah ja, wunderbar. Maar dit moest niet te lang duren, want dan zie je met die bek vol tanden. There is a man cooking on a grill. Dat is zeer spannend. Oh! Nice! What are these for? Beef. Beef. Okay. Fiorentina. Okay. And are you on a vacation here in Winschoten or are you on a doorreis? I don't know. I am in holidays. Holidays? Yeah. In Winschoten? Ah, yes. Okay, si. Want a glass of Italian wine. Italian wine? Yeah. Who wants a glass of Italian wine? You? Okay, want? Yeah. Okay. My whole crew here. Ah, white wine. White wine. Blank. Mm. We want to drink wine. Mm. Yes. Okay. Oh. Mm. Mm. Nice. Dit is echt lekker, jongens. Ik denk dat we hier maar moeten stoppen. Ja, gezellig. Hè? Moeten we maar een wekelijkse onderwerp maken, denk ik altijd. Wijn proeven bij. Mag ik even wijn proeven bij? Dat is hem. Mijn cameraman heeft goede ideeën. Sjoukje, de campinghond. Die heb je ook altijd op camping. Sjoukje Dijkstra. Vind je dat ook zoveel, Sjoukje, als het van dat hondenweer is, zeg maar, in Nederland? Want dat is het enige nadeel van kamperen in Nederland. Sjoukje, vind je dat vervelend, hondenweer? Nou, ook staakerven is hier op Camping De Burgt. En misschien is het wel leuk om even binnen te kijken bij zo'n staakerven. Dus ja, je hebt geen bel, dus aanbellen gaat lastig. Maar goed, dit werkt dan als het goed is nog wel. Oh, we mogen binnenkomen. Kom maar binnen. Mevrouw Bosma, dag. Ik heb iets gehoord, want het gaat hier rond op de camping. Dat mevrouw Bosma, die is... Het is een heugelijke dag, hè? Ja. Dat zijn maar vertellen. 82 jaar geworden. 82 jaar geworden. 8-8. Op 8-08-2008 is namelijk vandaag 8 augustus als we dit opnemen. Dus ja, je begrijpt, we zenden het later uit. Maar 8-8-08, van harte gefeliciteerd. Zal ik u even feliciteren? Ja, ja. Dat is leuk op tv, hè? Kusje. En u bent 28 geworden? Ja. 28. Nou, ik zie de hapjes staan op tafel natuurlijk ter ere van het grote feest. Ja, het is van... Mag ik ook één pakken? Ja hoor, pak ik er maar één. Geef hem dan ook naar. Oh, de cameraman, die man die loopt de hele dag al achter me aan. Die mag best een hapje hoor. Kijk, hier is je. Welkom bij een nieuwe aflevering van de toiletinspectie. Ook op de camping doen we dat. We gaan even kijken hoe de toilet erbij hangt. Het is een van mijn favoriete bezigheden. Nou... Hij hangt er goed bij. Is dit eine gute douche? Ja. Ja? Eine gute douche? Oké.
Zie je, nou, dat is een goede douche. Ik geef dit een 8. Nou, we hebben al Italianen gehad, we hebben Duitse mensen geïnterviewd. Ik heb Denen gezien, maar hier is meneer Kramer. Gewoon een Nederlandse meneer, maar bijzonder. Meneer, u kunt het ook beste zelf vertellen. We gaan even binnenkijken. In de voortuin, meneer Kramer. Goedenavond. Hier dus Kramer. Eb Kramer. Eb Kramer. Maar mag ik vragen hoe oud u bent? Wat dacht je? 39. Omgekeerd. 93. Je wist het wel. U bent 93 jaar en u staat hier op Camping de Burgt? Dat klopt. En hoeveelste jaar is dit dat u hier staat? Dat weet ik niet. Tiende. Het tiende jaar inmiddels. Zoiets. Deze caravan die staat hier 8 jaar. En daarvoor waren we hier ook al. Maar hoe doet u dat dan? Want de caravan die moet toch opgezet? Kijk eens. Wij zijn oude mensen. Dat zijn wij ons wel terdege bewust. En wij kunnen nog wel in een caravan wonen. Maar we kunnen hem niet onderhouden. Maar de campingbeheerder helpt u dus mee? En die... Alles wat hier moeilijkheden oplevert, dan ga ik naar Kees. En Kees de campingbeheerder? Ja, zo heet hij op de camping. Hè? En dan Kees die zorgt ervoor dat het in orde komt. Misschien kunnen we even de douche zelf uittesten. Kijk, zo'n Duitse meneer die dan net onder de douche staat, dat weten we wel. Maar goed, je moet hem natuurlijk zelf uittesten in het leven.